We gaan beginnen met iets wat de meeste standaard in huis halen, namelijk koekjes. Alleen gaan we die niet bakken, maar we gaan die wel invriezen. Ik ga die maken op basis van cashews. Die zijn keigezond, daar zitten keiveel mineralen in, daar zitten goede vetten in. En er zit onder andere ook een heel mooie verhouding in tussen calcium, fosfor en magnesium. Hebben we nodig voor sterke botten te krijgen. Wat gaan we daarmee doen met al die goede stofjes? We gaan die blenden. 150 gram cashews. Voilà. Goed veel gezonde stoffen als basis voor ons koekje. We gaan cacaoboter gebruiken. Cacaoboter is geen cacao, maar het is eigenlijk hetgeen overschiet, het vet dat overschiet als ze de cacao uit de cacaoboon halen. We gaan die zachtjes verwarmen. Voilà, dan gaan we 45 gram van die cacaoboter smelten. Dat is mooi lopend geworden. Dan mag dat meteen bij ons mengsel bij. Voilà, we gaan dat een beetje zoet maken. We gaan daar 4 eetlepels ahornsiroop bij doen. Een natuurlijke suiker. En dat is het voordeel aan zelf koekjes maken. Dat je zelf kunt bepalen hoeveel suiker dat erin gaat. Hè. Voilà, we hebben al zoet, we hebben al goede vetten, we hebben al mineralen. We gaan daar een portie antioxidanten bij doen. Ik neem hiervoor diepvries framboosjes. En die antioxidanten die gaan ons beschermen tegen vrije radicalen. En die willen we niet, want die vrije radicalen die kunnen met van alles en nog wat gaan binden. En we gaan ons lichaam dus een beetje helpen met veel van die antioxidanten binnen te nemen. En dat in een superlekker en zoet koekje. Mooi meegenomen, denk ik dan. En dan gaan we die op een bakpapier leggen. Ik vind dat dat het beste gaat met 2 lepeltjes. Ik maak ook altijd heel kleine koekjes daarvan. Zodat ik altijd een klein zoet hapje heb. En niet een grote koek, want als je een grote koek hebt, dan eet je gewoon meer. Voilà, het zijn niet de mooiste koekjes qua vorm, maar de schoonheid zit van binnen. We gaan die in de diepvries steken voor minimaal een uurtje en liefst voor heel de nacht. Ik heb al koekjes voor jullie klaargemaakt. Ik heb die niet gebakken, maar ik heb die bevroren. Voor zoiets iets anders te doen. Dus we gaan direct proeven. Dank u. Ja, dankjewel. Mijn mama zei vroeger dat snoepen voor het eten niet mocht, maar we gaan daar een uitzondering doen. En hoe moet je die laten dooien? Is dat iets? Nee, je eet dat gewoon bevroren. Je eet dat bevroren op. Dat is wel super lekker. Ja. Het lijkt een beetje zo chocolade, maar je weet dat het geen chocolade is. Zo. Op welke temperatuur kunnen ze zoiets serveren? Want dat die te koud zijn, dat toch geen smaak krijgen. Ik heb die nu rechtstreeks. Ik kom rechtstreeks uit een diepvries. Ja, en dat is eigenlijk ook met die vetten, dat blijft ook. Want ze zijn niet hard. Nee, je zou verwachten dat je daar je tanden op gaat kapotbijten. Maar al zet je die 2 maanden in een diepvries, dan zijn die nog altijd. Ah, oké, dus ze blijven altijd zo. Dus je kunt die rechtstreeks uit een diepvries halen en opeten. Ja. Straf. Ja. En dan moet ik nu mama gewijs zeggen, zie dat je straks nog kunt eten. Ja, dat kan nog wel lukken, denk ik.